Oké, welkom terug op mijn eiland. We worden aangevallen. Dit begint heel goed. Wat een begin van een aflevering. Eén moment. Oké. We zijn nog steeds op het eiland en we gaan snel hier vanaf voordat die creeper komt. Ja, ik ga even laten zien wat we in de tussentijd hebben gedaan. De vuurtoren is af. Het heeft een stuk land erbij gekregen. Details, ramen, een dak. Ik zal het eventjes laten zien. Laten we hier er weer afgaan. Aandokken. Terwijl de fucking kraken daar zo gewoon op me afkomt. Kijk, ik heb nu overal ramen, dus ik kan elke keer gewoon nu zo hier kijken of er iets aankomt. Komt er hier iets aan? Nee, dat is mijn eiland. Dus dat. Ga gewoon rondom naar boven. Duurt een tijdje voordat je boven bent, maar voilà. Dit is nog steeds hetzelfde. Ik kan gewoon rondom kijken. Oh ja, ik heb nu ook een soort van spoor naar mijn andere eiland. Als het donker is, mistig, weet ik veel wat, kan ik nog steeds het pad vinden naar het eiland. Niet dat het heel moeilijk is, maar ik weet toch, het is gewoon geinig. En het heeft nu een dak. Dus dat is fijn. Helemaal leuk, helemaal af. We pakken het bootje en we gaan naar het volgende eiland. We volgen de torches. Het derde eiland is ook heel, heel, heel veranderd. Ten eerste, ik heb er een bamboehuisje van gemaakt in plaats van dat het open was. Heel veel bamboe hier zo. Heel, heel veel bamboe hier. Wat fijn is, want dat is gewoon mijn main houtsource. Een bamboe bruggetje naar een paar motherfucker, naar deze motherfucker die motherfucking doodgaat. Maar we zijn nu agressief verder. Oké, cool. We gaan hier naar binnen. En dan heb je hier resources. Kan hier craften, kan hier wat dingen in de oven gooien. En dan gaan we naar mappen en dan opslag. Hier heb ik heel wat opslag. Oké, behalve in die. En behalve in die. Oké, hier zit ook niet heel veel in. Ook niet heel veel. Iets meer stenen. Andere stenen, trappen en slabs, waardevolle grondstoffen. Ik heb diamant, goud en al dit. En bleh. Oké, dan gaan we nog een keer naar beneden. Heeft geen naam. Is gewoon een open ruimte. Niet veel wat hier gebeurt. Nog eentje naar beneden. Ook gewoon een open ruimte. En dan heb je hier dus de mijn naar beneden. Dit is gewoon basically gewoon niks behalve gewoon een hele gang naar beneden. Meer dan dit is het niet. Het gaat een heel stuk door. Dus. Oh, en dan ben je hier beneden. En dat was het. Ja, hier kan ik resources vandaan halen. Dan kan ik een keer die richting op gaan. Dit steen helemaal eruit hakken. Dat was mijn resources hut. Ik heb hier verschillende bootjes. Bamboe raft vind ik ook wel geinig. Maar ik wil kaarten. Ik heb trouwens kaarten. Ik wil ze alleen aan de muur hangen. En daarvoor heb ik frames nodig. En voor frames heb ik leer nodig. Dat betekent dat ik koeien moet vinden. Dus ik ga op zoek naar koeien. Nou, op deze drie eilanden heb ik geen koeien. Dus dan is het de bedoeling dat we gaan exploren. Laten we deze richting op gaan. Hopen dat hier iets is van land. We gaan gewoon richting de zon die opkomt. Prachtig. Hopen dat we iets tegenkomen. Uiteindelijk moeten we toch wel iets. Oh, kijk nou. Daar is gewoon al iets. Dat was snel. Zullen we daarheen gaan? Oh, wacht. Recht vooruit. Maar dit is ook interessant. Maar we pakken die. Maar dit is heel interessant. Oh, nog meer. Oh mijn god. Dit is nog niet zo heel ver weg van mijn eiland. Oké. We gaan gewoon naar deze. Op zoek naar de koeien. Oh, kijk. Hé, kijk nou. Oké, lucky, 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 lucky. We gaan hier gewoon naar boven en kijken wat we tegenkomen. Ahoy, persoon op land. Wie, ik? Hoi. Oh, ja, hallo. Die koeien, hoeveel? Hoeveel koeien? Nou, best veel. Oké, ik heb er maar twee nodig. Is dat dan nog steeds best veel, die prijs? De prijs? Oh, maar deze koeien zijn niet van mij, hoor. Ja, ik ken die tactiek. Ik heb zilver bij me. Nee, echt. Niet mijn koeien. Oké, goud. Ik heb goud. Ik ben gewoon aan het kamperen hier. Ik ben hier ook echt net. Ja, tuurlijk net. Je speelt dit spel wel goed. Maar ik neem geen genoegen met nee. Meneer, echt. Diamant. Ik heb diamant. Het zijn echt niet. Wacht, diamant? Je maakt het me wel moeilijk. Twee diamant dan. Ja, ik bedoel. Ach jee. Maar koeien zijn me veel waard. Maar voor twee. Drie diamant. Voor drie diamant. Kan ik er wel twee afstaan? Yes! Ik wist dat ik je zover kon krijgen. Wat een geweldig handelaar. Ja, aan die koeien kan ik zien dat je een ware professional bent. Ja, tuurlijk. Hier is je diamant, beste man. En welke koeien mag ik meenemen? Oh, zoek zelf maar uit hoor. Ik vertrouw je keuze. Het was me een plezier zaken met je te doen. Yo! Bedankt! Wat een sukkel. Oké, fijn. We hebben twee koeien. We gaan voor jou. En jij, ik heb je gekocht. Ha! Sukkel. We gaan gewoon vanaf hier. En voilà. Sweet. Here we go, yo. Is dat mijn eiland al?
Oh, we zijn echt dichtbij gewoon. Nu is de vraag alleen, naar welk eiland brengen we deze koe? Ik denk naar Resource Island. Daar zitten mijn resources, dus daar gaan we mijn koeien kweken. Kijk, het plan is dat we met deze twee koeien die ik nu heb gekocht, gewoon meerdere koeien maken. Afslachten, het leer van jatten. Of kan je leer gewoon ook van ze afscheren? Nee, lijkt me niet. Leer is gewoon huid. Slachten die beesten, hebben we één eten. Twee leer. Af en toe kunnen we misschien met een emmer wat melk. Daar kunnen we ook dingen mee doen. En dan hebben we gewoon koeien. Oké. Okay. Ja. Niet klagen. Kijk. Kom dan. Yep. Yay. Blijheid. Dit is jouw land. Ik zal het groter voor je maken. Maar voor nu is dit het. Oké. Okay? Niet klagen. Sst. Volgende koe. Fijn. Wat is de naam van deze koe? Laat het weten in de reacties. Sorry. Waar loop je nou heen? Jij dom beest. Hè? Nu ben je met je koevriend. Reunited and feel so good. Ah, sociaal beest, joh. Wat een vervelende klote beest heb ik gekocht. Dit hebben we nodig. Misschien moeten we ook gewoon een farming eiland gewoon bijbouwen. Koe 1, koe 2. Make love. En koe 3. Nice. Kunnen we nog een keer seks of niet? Nee, dat was het. Oké, leef je leven. Doei. Ik wil eigenlijk die andere eilanden checken, maar het is nu donker, dus ik blijf even hier tot het weer dag is. En dag. Tadaa. Dat ging snel. Oké, terug naar dat ene eiland dat nog ontdekt moet worden. Ik zag twee eilanden, dat eiland en dan verderop was een eiland. Maar dit is wel echt huge trouwens. Echt gek dat ik dat niet zag vanaf dat eiland trouwens. Vanaf waar ben ik het kwijt dan? Ik wil hier trouwens wel even onderdoor. En vanaf hier raak ik hem kwijt. Als ik nou hier nog een soort van eiland of toren of zoiets bouw, dan kan ik dat zien vanaf daar en vanaf hier. Dan is alles iets meer connected of zo. Is hier nog ergens? Oh, hier. Nee, ik doe hem hier. Hier pleuren we even wat land op, want dan zitten we precies in het midden en hebben we een soort van een connection. Oké, wacht. We hebben land. Kijk, dit mogen we toch al een eiland noemen of niet? Connectie. Eiland. Tada! Hup, we bouwen er gelijk een dok op. En we kunnen aandokken op Connectie Eiland. Heel mooi. Echt een mega, mega groot eiland ook. Maar goed, maakt niet uit. We gaan dit eens verkennen. Dit ziet er wel echt gruwelijk uit. Hoe heb ik dit niet gezien, joh? Maar wat vet. Veel bomen, veel land. Oh, wacht. Hier is nog meer, joh. Twee kleine dingen. Dat is waar ik die koeien heb gekocht. Maar hier is dus nog een eiland met een vulkaan. Oké, wat is dit dan? Laat ik mijn zwaard erbij pakken. Je weet maar nooit wat hier rondloopt. Nog meer bamboe. Heel fijn, heel fijn. Laten we voor nu nog... Nee, weet je wat? Laat me een klein beetje meenemen. Wat is dit? Oh mijn god. Het is een vogel. Hoe vang ik jou? Hou je hiervan? Friend. Nee, niet wegvliegen. Ik heb zaad nodig. Kom op. Yes. Vogel houdt van zaad. Waar is de vogel? Vogel. Nee, hier, ik heb een zaad. Vriend. Het heeft zaad gegeten. Je wilt meer zaad. Ik dacht dat de quest van vandaag gewoon koeien was. Maar vervolgens gaan we over naar fucking vogels. Dit is toch geweldig. Hoe tof zou het zijn? Ik word gewoon een soort van piraat van het water. En dan heb ik gewoon een vogel op mijn schouder straks. Vriend. Zaad. Je houdt van me. Je kan zitten. Oh mijn god. Jij en ik. Voor altijd. Voor eeuwig. Wij samen. Ah, oh, ik ga je een naam geven. Ik noem je Shemal. Shemal de vogel. Want ook jij bent koninklijk. Maar hoe ga ik je meenemen? Hoe ga je mee? Kom mee. Waar ben je? Nee, dit meen je niet. Oh mijn god. Shemal en ik. Shemal en ik, beste vrienden. Oké, koning Shemal. Het is tijd om naar huis te gaan. Kijk nou, vriendjes. We halen je vriendjes later op, oké? Ik weet precies hoe ik jou ga noemen. Jij bent raadgever Dennis. Kijk, dat is het eiland waar ik woon, koning Shemal. Deze hele tijd woon ik er alleen. Maar nu wonen we samen. Oh, koning Shemal, je gaat zo blij zijn. Ik ga je voorstellen, wacht. Senor Pollo, wat je hier op mijn schouder ziet. Oh, kijk. Dit is koning Shemal. Koning Shemal, dit is Senor Pollo. Senor Pollo, ik ben zo blij dat je koning Shemal nu kent. Oh, we gaan echt avonturen beleven. Kijk eens hoe blij je bent. Ja, op mijn schouder weer. Gezellig. Ga jij hier zitten? Ja, jij blijft hier en dan ga ik... Ik denk dat het plan sowieso is om het connectie-eiland uit te breiden. Zodat het meer een connectie-eiland is. Dan gaan we daarna gewoon echt die andere eilanden goed exploren. We hebben nu in ieder geval koning Shemal gevonden. Ja, we hebben nog niet goed rondgekeken. Plus, ik zag meerdere eilanden. Het eiland waar we koeien hebben gekocht. Maar je hebt dan daarnaast nog een eiland. Dus kijken we misschien dat daar weer andere resources zijn. We gaan in ieder geval exploren. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Vandaag begonnen we met 3 eilanden. Nu hebben we inmiddels 4 en nog 3 te ontdekken. Wat een tijden leven we in, zeg. Wat een tijden. Nou, bedankt voor het kijken. Laat weer in de reacties weten hoe we het derde eiland moeten noemen. Resource Island. Wat moet de naam daarvan zijn? Dan ga ik in de volgende aflevering alle namen even aanpassen. Lijkt me handig. Geef even een like, abonneer en tot de volgende keer. Later. Blote voeten in zand. Mooi wit